Bij deze neem ik de challenge van Lode Essers aan voor de Ice Bucket Challenge. Ik denk dat het belangrijk is dat we hierdoor wat meer middelen verzamelen voor ALS. Dat het onderzoek naar deze verschrikkelijke spierziekte kan voortgezet worden. Als nominees, aangezien dat wij momenteel in moeilijke tijden leven hier in Limburg met de sluiting van Fort Genk, denk dat de werkgevers allemaal samen aan de kar moeten trekken. Dus ik nomineer Jos Stalmans van het VKW, Johan Leeten van het VOCA en last but not least, op algemeen verzoek van ons personeel, Hilde Essers. Heren, ga je gang. Steekballen stoten.